elk vierdaagse jaar zijn er veellopers die de kilometers maken voor een goed doel. Zo ook voor Stichting ALS, die streeft naar een oplossing voor deze dodelijke zenuwspierziekte ALS. 3FM Serious Request komt hiervoor in actie met het Glazen Huis dat komende winter in Nijmegen staat. Gaat dit jaar naar Stichting ALS Nederland. De grote droom is om ervoor te zorgen dat ALS geen dodelijke ziekte meer is, maar een behandelbare ziekte. In de studio de directeur van Stichting ALS, Limor Noach. Limor, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Nou, het is eruit. Ja, jeetje. Ja. Fijn. Ja, bijzonder, hè? We mogen het eigenlijk eindelijk van de daken schreeuwen. En de actie is gelanceerd op het Kom in Actie platform, dat nu dus ook een link heeft met de Nijmeegse Vierdaagse. Arend-Jan, goed dat je er bent, want jij gaat deze week wat bijzonders doen. Ja. Vertel. Ja, ik ga de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Yay, held. De dag voor de start van de Vierdaagse belden we nog even met Arend-Jan, die gaat lopen voor de Stichting ALS. Ik heb me een half jaar geleden aangemeld voor de Vierdaagse, eigenlijk gelijk weer gedaan. En nu er in juni bekend werd geworden dat met Serious Request er een inzet voor Stichting ALS en dat het Glazen Huis in Nijmegen is, dacht ik, nou, dat kan ik dan mooi combineren. Dus daarom ga ik inderdaad lopen voor Stichting ALS dit jaar, ja. En is het daarmee ook de eerste keer dat je loopt? Nee, dit wordt de derde keer. Dus ik heb hem 2 keer gedaan, 5 jaar geleden. En vorig jaar heb ik hem gelopen. Maar ja, die telt natuurlijk niet helemaal met de 3 dagen. Doen we even dit jaar opnieuw. Wat maakt dat je het zo belangrijk vindt om je in te zetten voor de stichting? Ja, ik heb gelukkig zelf niemand in mijn omgeving die het heeft. Maar na alle verhalen te horen, ja, ben ik bijna emotioneel van. Want het is zo'n ingrijpende ziekte voor de mensen die het krijgen. Ook in hun omgeving gebeurt er zoveel. Dus ik vond het wel een heel belangrijk doel en ik vind het heel mooi om te zien wat ALS ervoor doet. Dus daarom ben ik ook heel blij dat 3FM, Serious Request, dit jaar voor ALS is. Ja. Ja, en kunnen ook andere lopers dan in actie komen? Nou, zeker. Ja, mooi dat je het zegt. Ja, want ik ben de eerste Kom in Actie begonnen. Dus vanaf nu is de pagina geopend. Ik kan heel Nederland zich inzetten voor 3FM Serious Request. Om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. En dat kan door alle manieren. Ik loop de Vierdaagse mee. Je kan ook koekjes bakken. Je kan alle soorten dingen doen. Je kan dingen verkopen. En met dat geld kan je wat je ophaalt dan doneren aan het goede doel. Ik zag dat het streefbedrag van jou is dan 500 euro. En ja. Dat loopt in ieder geval heel goed. Dat zag ik al wel. Ja, we moeten het streefbedrag even omhoog gaan zetten al de eerste dag. Want ik zit nu op 300 euro. Dus ja, die gaat dan naar 1000 euro, dat streefbedrag, denk ik. Ja, ga je het aanpassen? Je hebt nog geen stap gezet en je houdt je streefdoel al. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk wel leuk om te zien hoeveel familieleden gelijk me gaan steunen. En hoeveel vrienden gelijk al hebben gezegd. Nou, jij voor elke kilometer die je aflegt doe ik een euro. Dus dan kom je toch best een mooi bedrag aan het eind van die 4 dagen uit. Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. En over dat wandelen gesproken, heb je er een beetje vertrouwen in? Ja, ik heb niet heel veel getraind als ik eerder ben. Maar ik ook zei tegen Rob en Wijnald. Ik heb denk ik 2 keer getraind. Maar ja, met alle goede tips die je omgeving krijgt en natuurlijk de dorpjes, ja, die dragen jou natuurlijk die kilometers door. Dus dat was in ieder geval vorig jaar is het wel heel erg geholpen. En dat gaat dit jaar niet anders zijn, denk ik. Ah, mooi. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Ja, super bedankt voor het belletje.